De regionale gezondheidsdienst heeft vanmorgen jubilarissen en gepensioneerden van 2016 gehuldigd in de Flex Mall. De jubilarissen hebben respectievelijk 25, 30, 35 en 40 jaar trouw hun krachten gegeven aan de gezondheidszorg. Volgens Robbie Narendorp, voorzitter van de Bond Personeel RGD, zit het personeel in een bijzondere sector. Een land kan alleen bloeien met gezonde mensen, zegt de bondsvoorzitter. En daarnaast is onderwijs van eminent belang om een land tot bloei te brengen. Daarom, de mensen die vandaag gejubileerd worden, ze verdienen het. Omdat ze ook een grote bijdrage leveren aan deze samenleving. Mensen die onder, ja, laat ik zeggen, erbarmelijke omstandigheden, directeur aan een justcultuur, een job moeten doen. Mensen in verre districten. Mensen dus die, wanneer anderen slapen, worden opgeroepen. En ze zijn daar aanwezig. Dat was Robbie Narendorp, voorzitter van de Bond Personeel RGD. Voor Edwin Noordzee, waarnemend directeur van de RGD, was het de eerste keer dat hij werknemers mocht huldigen. Hij deelde de jubilarissen en gepensioneerden mee dat de stichting een facelift zal ondergaan. En dat we nu bezig zijn overal de renovatie door te voeren. In alle districten zijn we nu bezig en zeker werken aan het personeel, het aanpakken van de automatisering, onze labsituatie met onze diensten die waarbij ons centrale lab alle situaties daar naartoe worden gebracht nu. Er is heel veel ontwikkeling, maar vandaag is niet de dag om daarover te praten. Waarover ik vandaag wil praten, is mijn rekentop. Mensen die moesten hebben verricht binnen deze organisatie. En vandaag hier staan, waarvan een deel van hen de dienst met pensioen verlaten en een ander deel vanwege trouwe dienstjaren vandaag jubileren. Dit arbeid heeft niet alleen verzet, heeft ondersteuning gehad van mensen. Heeft ondersteuning gehad van mensen thuis, uw wederhelft, uw kinderen. Tot zover Edwin Noordzee, waarnemend directeur van de stichting RGD. Hij sprak bij de huldiging van jubilarissen en gepensioneerden.